guys, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag heb ik een video voor jullie waar jullie al zo lang om hebben gevraagd, namelijk een updated hoe bewerk ik mijn Instagram foto's. Voor wie mij nog niet volgt, je kunt mij volgen op Instagram via Anna Nooshin. Ik zal het hieronder ook nog even schrijven. En ik ben onwijs dol op fotografie. Ik vind mooie foto's, word ik echt heel erg gelukkig van. Ik ben ook een grote Tumblr fan, dus ik check regelmatig of ik daar mooie beelden zie. En ik ben eigenlijk iedere dag wel bezig met het verzamelen van mooie kiekjes, omdat ik geniet van een mooie feed. Ik vind het ook belangrijk dat mijn overzicht klopt. En ik moet wel zeggen dat toen ik deze video een jaar geleden opnam, toen was ik net begonnen met mijn YouTube kanaal, dus als ik daarnaar kijk, dan denk ik echt, oh, het is zo erg, het is zo lelijk. En het liefst zou ik die ook nog soort van op private willen zetten, omdat ik gewoon niet meer helemaal achter alles sta. Het licht en zo vond ik allemaal heel erg lelijk, maar ik merk ook dat ik Instagram anders ben gaan gebruiken. Dus voorheen was ik echt bezig met, dat leg ik daar ook uit. Die video kan je ook trouwens hier in de beschrijving vinden, maar ik was heel erg bezig met het creëren van een soort van vaste feed. Dus ik gebruikte onwijs veel witte achtergronden. En ik vond het belangrijk dat alles qua kleur bij elkaar paste. En daar ben ik eigenlijk steeds meer van afgestapt. Omdat ik het ook leuk vind om momenten te delen die niet zo perfect zijn en die niet zo heel erg in een gestileerde setting. Dus ik merk sowieso dat mijn Instagram gebruik is veranderd. Ik merk dat de manier waarop ik mijn foto's bewerk is veranderd. En ik merk dat ik minder bewust bezig ben met het creëren van een soort van perfecte feed. Ik wil gewoon dat jullie foto's krijgen die echt leuk zijn en waar ik 100% achter sta. En dan hoeft het niet meer zo te zijn dat alles eromheen wit is. Dus vandaag laat ik jullie aan de hand van een nieuwe foto zien hoe ik tegenwoordig mijn Instagram foto's bewerk. En als je vragen hebt of ik heb dingen niet behandeld, stel ze dan even hieronder en dan antwoord ik ze gewoon. Want ik vind het belangrijk dat we allemaal een mooie feed hebben. Want het is gewoon heel leuk. Fotografie is echt gek. En ik vind ook, als ik soms terugscroll, dan zijn het voor mij echt een soort van herinneringen. En het is een soort dagboek, waardoor ik ook kan bijhouden wat ik allemaal heb gedaan in mijn leven. Dus ik zou zeggen, zonder te veel verder te kletsen, laten we beginnen. Ik zal eerst even een foto maken, zodat we die samen ook gaan bewerken. En dat is ook meteen de vraag die ik nog steeds vaak krijg, of ik foto's maak met mijn iPhone of met mijn camera. En ik heb een iPhone 6. En dit is ook nog eens de, hoe heet deze nou? De Plus? Ja, dit is de Plus. Dit is de iPhone 6 Plus. En daar zit zo'n onwijs goede camera op dat ik eigenlijk niet de behoefte voel om mijn Canon camera daarvoor te gebruiken. Heel soms als ik echt slecht licht heb of als ik echt denk ik wil nu een mega goede kwaliteit, dan pak ik mijn vlogcamera, dat is de Canon G7X. En dan maak ik daarmee een foto. En die heeft ook een app en dan kan je het direct op je telefoon zetten. Maar 9 van de 10 keer is een foto gewoon met mijn iPhone gemaakt. En wat ik dan doe, laten we nu even een selfie doen om het weer te gaan bewerken. Ik zorg altijd dat ik voor een raam zit met licht. Dus het hoeft niet een raam te zijn, maar je moet ergens in een ruimte zijn waar er genoeg daglicht is. En dan is het gewoon een kwestie van heel veel oefenen als je bijvoorbeeld een selfie wil maken. Ik vind bijvoorbeeld een full frontal vind ik niet mooi bij mijn gezicht. Ik hou daar gewoon niet zo van, dus ik probeer altijd een soort van hoekje te vinden waar ik wel tevreden over ben. En dan probeer ik de camera, je moet even testen of je hem liever omhoog wil of liever van onder. Van onder kunnen denk ik heel weinig mensen hebben, want onderkin en van alles en gravity. En van boven lijkt je al vaak een stukje slanker en dat is ook heel erg de Kim Kardashian methode, die houdt hem ook best wel hoog. Dus laten we voor nu even een selfie doen waarbij we hem hoog houden, in het licht kijken en zorgen dat in ieder geval het gezicht gewoon scherp en goed belicht is. Dat doe ik gewoon zo. Oké. Niet de allerbeste foto, want je ziet ook op de achterkant, op de achtergrond zie je gewoon mijn spulletjes. Maar dat maakt niet uit, want het mag ook best wel echt zijn. Dan gaan we nu deze foto die ik net heb gemaakt, gaan we bewerken. Oké, voorheen bewerkte ik mijn foto's dus in Afterlight. En dat zit hier. Dat is deze app, maar daar ben ik mee gestopt en ik ben overgestapt naar, ik zeg altijd VSCO, maar VSCO. En dat is deze app. En dit is dus eigenlijk je bibliotheekgrid. Dus hier kan je van alles in doen. Je kunt hier ook allemaal verschillende foto's alvast uploaden, zodat je kunt zien hoe je grid eruit ziet. Maar zoals je kunt zien ben ik onwijs afgestapt van de witte achtergronden. En upload ik gewoon de foto's waarvan ik denk, hey, dit ziet er leuk uit. Ik hou ervan om te werken met 3x3, dus je kunt dit nog helemaal laten doorlopen, maar ik vind het overzichtelijk als ik gewoon het houd bij 3 foto's. Of wat is het, 3x3 rijen. Wat we nu doen is even de foto importeren. En wat ik wel nog echt doe is checken of ik niet bijvoorbeeld 2 selfies naast elkaar heb. Ik check of ik niet 2 selfies precies onder elkaar heb. Daar probeer ik wel nog altijd op te letten. Maar omdat dit even een fictief voorbeeld is, hou ik het even hier op de foto die ik net heb gemaakt. Wat ik belangrijk vind is dat je bijvoorbeeld een foto, of als je een foto van jezelf post, dat je dan ook probeert om in ieder geval een aantal foto's te doen die niet van jezelf zijn. Dus daarbij bedoel ik een detailfoto of een leuke foto van de schoenen of een foto van het eten. In ieder geval niet te veel foto's waarop alleen maar jouw hoofd staat. Ik moest in het begin heel erg wennen aan VSCO, dus ik heb dat moeten leren, maar eigenlijk is het een hele makkelijke app. Wat je doet om te bewerken is dat je de foto selecteert en dan kun je hier, aan de hand van deze iconen hieronder verschillende dingen doen. Ik begin altijd met de tweede van links en dat is echt de bewerkingsicoon en daar vind je dus meteen alle filters die VSCO te bieden heeft. Ik hoop echt dat ik het goed uitspreek en dat het niet VSCO is, maar even voor het gemak dit. Het verschil met Afterlight is dat ik deze filters wel mooi vind, of in ieder geval een stuk mooier vind dan die in Afterlight zitten. En het enige nadeel hieraan is dat je voor deze app moet je verschillende filters downloaden. Je hebt een prepackage, die is gratis, maar de meeste filters en ook de mooiste filters die kosten gewoon geld. Wel doen ze heel vaak aanbiedingen, zodat je het voor echt, wat is het, misschien 90 cent of 40 cent of zo kun je dan een pakket kopen. En ze hebben ook heel vaak aanbiedingen dat het letterlijk niks kost. Dan is het een soort van tijdelijk gratis. De filters die ik zelf wel mooi vind zijn de C-filters. Je ziet dus ook dat ze daar, die zijn best wel warm, terwijl ik eigenlijk niet van warme foto's hou. Maar die kun je het beste gebruiken op echt een natuurfoto of iets wat ergens buiten is genomen. Als ik het op mensen wil uitvoeren, zeg maar, deze filters, klinkt heel technisch, dan gebruik ik alle nummers. En ik weet niet meer welk pakket dit precies was, maar ze heten gewoon 01 tot en met 10. En mijn ultieme favoriet is 04. En dan gecombineerd met 05. En de 04 filter is een soort van, die maakt de kleuren net wat meer opvallend. Dus die haalt het contrast wat omhoog en die maakt het wat meer heftig. En 05 die gooit er een soort van waas overheen. En de meningen over de waas zijn verdeeld. De een houdt ervan, de ander niet. Maar ik vind de waas altijd wel heel erg mooi. Nog een toevoeging over deze app. Ik heb vooralsnog het idee dat je niet meerdere filters over elkaar heen kunt doen. Dus mocht je 2 filters willen gebruiken, dan zou ik aanraden om eerst het ene filter te doen, dan de foto via hier op te slaan. Als je op het rondje klikt kan je hem opslaan. Opslaan in je filmrol en weer terug importeren om de tweede filter eroverheen te gooien. Want als je dat na elkaar doet, dan heb ik het idee dat hij ze over elkaar heen schrijft. Goed, we gaan weer terug en voor deze foto vind ik 04 wel mooi. Wat je dan kan doen is op 04 klikken op de filter die je wilt en je kunt hem dan zo heftig of zo minder heftig mogelijk maken. Je ziet dat je hem op bijvoorbeeld 1 kunt doen, dan zie je eigenlijk bijna geen verschil. Op 6 zie je al een klein beetje dat de kleuren veranderen en als je hem op 12 doet, zie je echt best wel een flink effect. En ik moet zeggen dat ik ben altijd van het motto less is more, maar bij deze app gebruik ik toch wel vaak dat ik hem op 12 zet. Of in ieder geval nu, ja, ik zet hem toch op 12 en dan wordt de achterkant ook wat donkerder. En wat ik dan doe is naar het sleuteltje hier, de tweede van links. En hier heb je alle fotografische dingetjes. Dus hier kun je het licht aanpassen. Je kunt hem heel licht maken of wat donkerder. Je kunt het contrast aanpassen. Ik hou niet van foto's met zo'n onwijs hoog contrast, dus dit doe ik eigenlijk heel weinig. Je kunt de foto omdraaien als je dat wil. Je kunt hem spiegelen. Je kunt hem ook scherper maken, maar je kunt ook bijvoorbeeld de temperatuur regelen. Mijn vaste stappen is dat ik hem hier in het contrastgedeelte zet ik hem op meestal 1 erbij om net even de foto wat meer boost te geven. En ik ben wel echt een fan van een foto lichter maken. Dan haal je wel wat meer effect weg. Kijk, nu zie je wel, bij deze app zou ik dat niet per se doen. Maar normaal gooi ik de belichting nog 1 of 2 tandjes omhoog. Hier vind ik hem iets te licht, want dan gaat mijn gezicht een beetje weg. Dus hier hou ik hem zo. Wat ik daarna doe, is vaak altijd de foto een beetje bijsnijden. Zeker sinds Instagram het toelaat dat je niet alleen maar vierkantjes upload, vind ik het ook wel mooi om af en toe een horizontaal beeld of juist een liggend beeld te doen. Dus ik kijk altijd eventjes of dit leuk is. Nou, dit vind ik iets te veel ingezoomd op mijn hoofd. Maar je kunt ook kiezen voor een andere afmeting. Dit is bijvoorbeeld net wat anders dan echt een hele verticale foto. En ik denk dat ik dit wel leuk vind om hem gewoon klein beetje af te snijden. Vaak is een foto afsnijden doet al heel veel. Dan heb je hier twee maandjes. Dit is de schaduwen en dit is de highlights. Ze zijn hier buiten aan het verbouwen, dus ik hoop niet dat je dit heel erg hoort. Met de highlights kun je eigenlijk zorgen dat de foto net wat meer effect krijgt. Dus dat is wel grappig dat de highlights hier juist het filtereffect wegnemen die ik daarvoor erin had gezet. Dus hierbij, ik weet ook, ik moet zeggen, technisch gezien weet ik niet zo goed wat deze dingen doen, maar ik speel er altijd gewoon mee. Dus we kunnen hem hier ietsjes omhoog zetten naar bijvoorbeeld 7. En schaduwen vind ik nooit zo heel mooi, want dan krijg je ook weer een soort van waas over de foto heen. Dus deze gebruik ik niet zo heel veel. Die kunnen we op, laten we zeggen, op 3 zetten. Dan kijk ik altijd naar de temperatuur. Je kunt een temperatuur heel erg warm maken of je kunt hem echt wat killer maken. En ik ben wel echt fan van de wat meer blauwe tinten. Ik kan er heel erg boos om worden als een foto bijvoorbeeld zo onwijs geel is. Dus als een foto te geel is, dan haal ik hem altijd eentje omlaag. Dan zie je dus ook dat de foto wat koeler wordt. Maar ik vind dat altijd wel mooi. En het laatste wat ik doe, kijk, al deze dingen doe ik niet. Dit zijn allemaal schaduwen en bepaalde tintjes die je kunt doen. Ik vind wel dat het verscherpeffect, dat gebruik ik altijd. Zeker als ik met een iPhone fotografeer, want dan kan de foto altijd nog scherper. Dus die zet ik op bijvoorbeeld 8. Moet je wel oppassen dat je dat niet te heftig doet, want dan krijg je een beetje een korrelige foto. En de helderheid, kijk, zie je het verschil? Hij is hier ook aan het berekenen. Dan krijg je echt een beetje dat krijteffect. Dat vind ik niet mooi, dus die hou ik nu even op 0. Als je dan op de foto klikt en hem lang ingedrukt houdt, dan zie je dus het verschil. Je ziet nu hoe deze foto was toen we hem maakten en je ziet hoe die is geworden. En vaak check ik even of ik het zo goed vind. En als dit dat zo is, dan sla ik hem op. En ik doe hem altijd op de werkelijke grootte, ook als het een grote foto is. En zo kan ik dus zien hoe het in mijn grid staat. Eigenlijk heel makkelijk. Veel minder stappen dan ik voorheen deed. En ik moet ook zeggen, veel minder filterwerk, want ik hou me aan 2 filters, de 4 en de 5. En als er mooie nieuwe binnenkomen, dan speel ik daar een beetje mee. Maar het is dus eigenlijk best wel simpel. En dit was het. Dit was een update hoe ik mijn Instagram foto's bewerk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop ook dat het nuttig is geweest. Ik merk zelf dat ik dus veel minder tijd kwijt ben aan het editen ervan, omdat ik over ben gestapt van bewerkingsapp. En ik vind het ook eigenlijk wel leuk om ze wat echter te houden en om niet meer te veel bezig te zijn met oh, het moet een witte achtergrond zijn. En dat zou ook mijn advies zijn nu ik anders in het leven sta, als in dat ik daar wat minder mee bezig ben. Dat voelt ook wel lekker, dat het niet meer zo'n obsessief dingetje is van het moet allemaal kloppen. En je beperkt jezelf ook veel minder met het delen van foto's die je leuk vindt. Dus mocht ik nogmaals iets gemist hebben, laat het me weten hieronder. Vergeet je ook niet te abonneren, vind ik onwijs leuk. En dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie volgende week weer. Doei!